Oké, nu eigenlijk de theorie echt terug is, kunnen we beginnen aan het PHP-verhaal. Nu, zoals we al eerder hebben gezegd, PHP is een server-side language, dus we hebben ook een local server nodig. Nu, er zijn heel veel local servers dat je kan downloaden, de meest populaire zijn XAMPP, maar ik vind MAMP wel heel leuk om mee te werken. Het werkt zowel op Windows als macOS en het is heel gebruiksvriendelijk. Dus ik raad jullie ook aan om MAMP te downloaden als je een andere server verkiest, mij niet gelaten. Dus gewoon naar MAMP en dan kun je downloaden. Oké, nu dat downloaden klaar is, kun je gaan installeren. Nu, wij willen geen MAMP Pro en je kan het mee installeren, maar je kan het ook gewoon afvinken. Nu, om MAMP te finaliseren, moet je je computer echt starten, dus ik start het maar meteen. Oké, ik heb even een andere versie van MAMP gedownload, want blijkbaar door het verwijderen van de vorige versie is van alles misgelopen met de Apache server. Maar dat maakt niet zo uit, het enige is dat de layout ziet er iets anders uit, maar nu is iets netter. Nu, wat wel belangrijk is, is hier. Jullie hebben ook hier die Open Start page. Als je daarop klikt, dan gaat MAMP naar zijn homepage gaan. Dus dit is de startscherm van MAMP. Nu, wat wij gaan doen, is we gaan eerst zeggen waar MAMP onze bestanden gaat moeten zoeken. Dus we gaan een nieuwe folder aanmaken met daarin een indexbestand waarin ons programma gaat komen te staan. Nu, om dat te doen, gaan we Atom openen. En binnen Atom gaan we een nieuw bestand aanmaken. En dan gaan we even opslaan op je bureaublad. En je maakt maar een nieuwe map aan, genaamd test. En in die map test gaan we een nieuw bestand aanmaken, genaamd index.php. Nu zijn we al klaar, nu hebben we ons bestand aangemaakt. Hetzelfde als met een HTML-bestand, gaan we hier ook gewoon HTML kunnen typen. En we zien dat we nog steeds een HTML-tag hebben. We kunnen ook een heading aanmaken, genaamd Hello World. En nu is ons bestand klaar. We kunnen het eens testen. Hoe gaan we dat doen? We gaan terug naar onze map. En dan gaan we bij Preference. Bij jullie staat het dan rechtsboven bij Server. En dan gaan we naar webservice kunnen gaan. En hier ga jij map kunnen selecteren wat je juist hebt aangemaakt. En dit is eigenlijk onze roadmap en hier gaat hij alles in bekijken van alle bestanden die erin gaan komen. Wanneer we dan op Open Start Page gaan duwen en vervolgens op My Website, dan kunnen we onze pagina zien die we juist hebben aangemaakt. Nu, dit is gewoon elk een HTML bestand, maar we gaan er ook PHP in kunnen schrijven. Hoe gaan we dat doen? We gaan gewoon zeggen PHP. Dan opent hij onze PHP-tag en sluit er eentje. Dus wat we nu heel eenvoudig kunnen doen, is ook via PHP Hello World gaan schrijven. Dus wat we doen, is dan echo. En dan schrijven, omdat de string is, Hello World. Nu is het wel belangrijk om .comma te gebruiken. Wanneer we dit opslaan, gaan we terug naar onze pagina. En we refreshen dit, dan zien we dat hier inderdaad Hello World is bijgekomen. Dus nu hebben we twee keer. De eerste keer is gewoon ons HTML-bestand, de header 1. En de tweede keer is echo Hello World. Nu, in plaats van echo zouden we ook print kunnen gebruiken, printr. Het verschil erin is dat printr een return value heeft. Echo kan iets meer parameters meegeven, maar echo is ook veel sneller, dus daarvan gebruiken we vaker echo. Nu, echo kan ook meteen een tag vatten, dus we kunnen ook zeggen a1, en dan hello world. En vergeet niet de .comma, en als we dat gaan refreshen, dan zien we dat we nu hello world twee keer hebben, dus één keer onze HTML tag, PHP en hello world met onze h1 tag. We kunnen ook een echo gebruiken, of PHP gebruiken, binnen een tag. Dus als we bijvoorbeeld opnieuw naar onze H1 gaan, en hierin gaan we PHP willen gebruiken, kunnen we gewoon weer PHP typen, en dan echo, hello PHP friends. En als we dit gaan bekijken, dus wat mooi is aan PHP, is dat we het gewoon kunnen combineren met HTML tags. Nu, wanneer we enkel nog maar naar PHP gaan kijken, en we willen bijvoorbeeld commentaar toevoegen, is het juist hetzelfde, als een JavaScript, en hier kunnen we zeggen, dit is commentaar. Vervolgens kunnen we net als met JavaScript ook variabelen gaan definiëren. Nu, een variabele definiëren doen we niet met var, let of const, maar gewoon met een dollarteken. En nu weet hij dat dit een variabele is. De eerste variabele die we gaan aanmaken is genaamd number1, en heeft als waarde 15, dus dit is een integer. De tweede waarde is number2, met als waarde 30. Bij het declareren van variabelen is het belangrijk dat deze nooit beginnen met een nummer, maar enkel met een charakter. Een charakter kan ook enkel bestaan uit letters van A tot en met Z, hoofdletters of kleine letters, cijfers van 0 tot en met 9 en een underscore. De rest is niet toegelaten. Wel is een verschil tussen hoofdletters en kleine letters, dus number 1 en number 1 met een hoofdletter is niet hetzelfde. Vervolgens kunnen we deze waarden ook tonen op onze website. Door gewoon echo en dan de variabele number 1. Wanneer we gaan kijken naar onze website en we refreshen, dan zien we dat er inderdaad 15 is bijgekomen. Vervolgens kunnen we ook een sommatie maken, namelijk number 1. Plus nummer 2. En wanneer we dan gaan kijken, dan zien we dat het inderdaad 45 is.
Heel vervelend is dat 15 en 45 nu als één getal voorkomen. We kunnen dit oplossen door een nieuwe echo hier tussenin te voegen, genaamd break. Wanneer we nu gaan refreshen, dan zien we dat deze twee mooi onder elkaar staan. Dus net als bij JavaScript kunnen we ook gewoon even een tussenuitkomst gebruiken. Als we dat gaan tonen, dus echo. Nu, dit klopt nog niet helemaal, want bij JavaScript hebben we ook gezien dat we wel numbers of integers kunnen koppelen met strings. Dan moeten we hier wel een string van maken. En dan bij JavaScript, om nummer en strings met elkaar te koppelen, gebruikt een plusteken. Nu bij PHP is er geen plusteken, maar een punt. Dus overal waar we iets willen koppelen met elkaar, gebruiken we gewoon een punt. Wanneer we dit nu gaan tonen, refresh onze page, dan zien we inderdaad 30 divided by 15 gives 2. Dus we kunnen strings makkelijk met nummers koppelen door gebruik te maken van een punt. Nu hier even tussendoor nog een echo voor een nieuwe lijn. In plaats van nummers of integers definiëren, kunnen we ook weer gewoon strings definiëren. Dus zo net hebben we een zin gedefinieerd, waar is the most awesome person? Nu, van deze zin zouden we graag willen weten hoeveel karakters het heeft. We kunnen net als bij Python iets heel eenvoudigs doen, namelijk echo. En dan this sentence. En dan het aantal karakters. Gaan we zelf eens kijken wat dat moet. Nu, om te weten hoeveel karakters een string heeft, dan kunnen we gebruik maken van string lengte en dan de variabele waarvan we de lengte willen weten. Wanneer we dit vervolgens weer gaan tonen, dan zien we this sentence has 33 chapters. Nu, zoals we allemaal weten, en die zin hier, waar is the most awesome person, klopt helemaal niet. Dus we gaan die gewoon aanpassen. En we gaan het heel eenvoudig doen, door een replace string te gebruiken. Dus als we de waarheid willen gaan tonen, zeggen we echo. En dan string underscore replace. Het eerste argument geven we weer wat we willen veranderen, namelijk awesome. En we gaan het veranderen door hetgeen waar we mee willen veranderen, namelijk annoying. En dan zeggen we van wat we het willen doen, namelijk van de variabele sentence. En wanneer we dit nu gaan tonen, dan zien we inderdaad waar is the most annoying person. Het volgende dat we gaan bespreken is een array, dat heb je al gezien bij Python, maar het zijn eigenlijk meerdere strings of nummers, maar wel van hetzelfde type achter elkaar. Dus als ik ga zeggen, names is een array, dan kan ik hier verschillende namen gaan toevoegen. Bijvoorbeeld Daphne, Kilian, Arnaud en Jeffrey. En dan kan ik weer hetzelfde gaan doen als met de string, kan ook gaan kijken hoeveel karakters of hoeveel elementen zitten nu in die array. Dus we zien hier elke staan count. Met count kunnen we het aantal elementen in een array gaan tellen. Dus hoe gaan we het doen? We gaan gewoon zeggen count en dan van de variabele van dat we gaan tellen. Dus names. Dan zien we this array counts four elements, wat dus inderdaad waar is, want we hebben vier namen gedefinieerd. In plaats van het aantal elementen op te vragen, kunnen we ook slechts één element opvragen. Als we bijvoorbeeld het derde element willen hebben. Dan gaan we gewoon een array definiëren met daarin een indexwaarde erachter. Het is zero-based, dus dat wil zeggen het derde element zal index 2 hebben. Dus het derde element moet Arnaud zijn. Wanneer we dit gaan controleren, dan zien we inderdaad dat het derde element Arnaud is. Vervolgens gaan we eens kijken naar verschillende operatoren. Ook deze zijn niet zo verschillend van JavaScript. Wanneer we twee waarden hebben, value 1 of true 2, en value 2, dat false is. En we gaan deze vervolgens toepassen op operatoren, zoals if. Dan zeggen we, if value 1 is true, dan gaat hij de code hieronder uitvoeren. Wanneer we echter operatoren gaan gebruiken, zoals een and-operator, dan moeten zowel value 1 als value 2 true zijn. Het verschil is dat we in plaats van twee n'en ook gewoon and kunnen typen. Hetzelfde voor or. In plaats van if statement kunnen we ook een conditionele if statement gebruiken. Dat wil zeggen dat we een if statement slechts met een vraagteken en een dubbel punt kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is echo. En dan, als value 1 true is, dus we gaan vragen, is dat waar? Dan gaan we het volgende uitvoeren.
En anders, met een dubbel punt, aangezien nu value 1 true is, zullen we waarschijnlijk krijgen value 1 is true. En inderdaad, value 1 is true. Ook de if-else statement is niet veel anders dan die van JavaScript. Wanneer we een stad gaan definiëren, en wanneer we een if-statement voorsteken, dus als city gelijk is aan Lyon, of in dit geval eerst Parijs, dan gaan we de volgende code uitvoeren. Dan zien we wel dat het anders is, want else if is hier aan elkaar geschreven. Anders, dus het laatste. Nu, wanneer we nu gaan kijken, logischerwijs zou zeggen Lyon, omdat ook Lyon hebben gedefinieerd met hoofdlettergevoeligheid. Dus we gaan krijgen de tweede grootste stad van Frankrijk. Net als bij JavaScript kunnen we ook weer gebruik maken van een switch case. Namelijk als gewoon type switch, het atomos zal van alles voorspellen, met de variabele genaamd lover. Wanneer lover gelijk is aan Lisa. Of gaan we tonen dat Lisa de lover is van Robbe. Anders, als de lover Lisbeth is, dan gaan we zeggen dat dit Gijs lover is. Als laatste case nog, als we Leo zouden hebben, dan gaan we zeggen dat dit Thijs lover is. In alle andere gevallen hebben we geen lover gevonden. Aangezien we Elisabeth hebben gedefinieerd, zouden we deze keer wel krijgen dat het Gijs lover is. Vervolgens gaan we naar de verschillende loops kijken. De eerste loop die we gaan bespreken is de while loop. Wanneer ik gewoon while intyp, dan krijg ik vanzelf al iets voorspeld, namelijk hij gaat de code uitvoeren zolang a kleiner of gelijk is dan 10. We gaan wel eerst a definiëren, namelijk dat a gelijk is dan 1. Vervolgens gaan we zeggen dat we bij iedere loop het nummer gaan tonen. En we gaan er meteen ook een break achter steken, zodat we deze nummers mooi onder elkaar kunnen zien. Wanneer we dit gaan doen, gaan we in een oneindige lus terechtkomen. Want we moeten een conditie hebben dat onze a kan veranderen zodat die ooit groter wordt als 10 om uit de lus te komen. Daarvoor gaan we zeggen a++. Als voorlaatste stap gaan we nog eens kijken wat met for loops. Zelfs met JavaScript kunnen we gewoon for intypen en hij gaat dan al van alles invullen voor ons. Vervolgens gaan we zeggen echo this number is en dan met het waarde i. Nu, in plaats van plus plus iedere keer te doen, kan ik ook zeggen, ik wil iedere keer twee stappen voorgaan. En ik wil niet beginnen bij 0, maar ik wil beginnen bij 20. En dit wil ik doen zolang i kleiner of gelijk is aan 30. Als laatste stap over PHP gaan we eens bekijken wat met functies. Functies is juist hetzelfde weer als bij JavaScript, namelijk function. En dan gaan we iets zeggen over MyCity. Dat is een genaamd functie. En dan ook hier kunnen we weer een parameter gaan meegeven. Nu, dit is het definiëren van de functie. Nu, dit is de functie. Wat gaat deze functie doen? Die gaat gewoon zeggen echo. Nu, deze functie hebben we nu gedefinieerd. Nu moet je nog aanroepen. Juist zelfs met JavaScript kunnen we gewoon zeggen MyCity. En dan wordt deze functie aangeroepen. Nu gaan we deze ook weer parameters kunnen meegeven. Dus bijvoorbeeld de eerste parameter kan zijn France. En dan wil ik tonen dat MyCity gelijk is aan France. Dus wat ga ik moeten doen? Ik ga hier een variabele insteken, namelijk country. En ik kan ook meteen een standaardwaarde meegeven, zoals België. Dat wil zeggen, als ik hier geen waarde aan meegeef met MyCity, dan gaat hij als standaardwaarde Belgium nemen. En deze kan ik hier vervolgens ook gaan tonen. Ik kan het verschillende keren gaan doen. En de laatste keer zal ik eens geen waarde meegeven en dat zal je België gaan tonen. We kunnen laten zien Frans, Spanje, Nederlands en de laatste heeft de standaardwaarde België meegegeven. Nu, dit was eigenlijk alles van PHP en je kan zien, het is niet zoveel verschillend van JavaScript.
Het is bijna identiek hetzelfde, enkel gebruiken we nu voor variabelen een dollarteken. En moet je niet vergeten om overal puntkomma te gebruiken. Het andere verschil met JavaScript is dat wij punten gaan gebruiken in plaats van plus. Enkel functies zijn wel speciaal geschreven voor PHP, bijvoorbeeld string length is anders dan bij JavaScript. Of count wordt ook anders gedefinieerd. Een ander verschil dat we hebben gezien bij JavaScript ten opzichte van PHP is dat we bij PHP else if gebruiken en dat in één woord geschreven.